Een film met de oudste inwoners van Westerhoofd. Te beginnen bij Anna Heesakkers. Dat was een zuster van Mie Spijk, hè? Ja. Dat was Anne Spijk. En die woonde door bij Gielen in huis? Of had ze er een aparte... Nee, ja, ze woonde vuur in de twee kamers. Zit een slaapkamer in, zit een andere slaapkamer. Ah ja, en ze had gewoon bij Gielen mee? Nee. Dat ook nog niet? Nee. Nog lang zelf, en anders brachten ze het met heel lang zelf verdrijven. Oh. Kijk eens, dat bed dan ook nog. Heel secuur, hè? Ja, goed kan, instoppen, dat ze geen koude voet kreeg strak. Ik kan ook zien dat ze heel slecht zien. Dat is voor blind, hè? Ik lust het. Ik zie niemand er zo goed bij. Kan de zon niet verdrogen. En dat is Cor. Cor van... Van Gielen. Van Gielen. Ja. Cor van Hanneke van de Mul. Toch zie ze daar nog wel iets. Lichte mensen. Lichte donker. Hè. Ja, Hans Dijk kon ze wel onderscheiden, ja. Maar... de beste jongens... Maar het is met kerstmis. Weer bij de kerstboom zitten. Ja, dan zit ze denk ik bij Gielen. Ja, want Giel stond te krijgen ook. Dat is bij Gielen in huis. En dan gaan we een beetje verder op het dorp in. Dan komen we bij Anne en Kees gaan. Hele nee, ja. Die worden door nou het medisch centrum missen. Raden naar zo'n beroemd straatje, weet je dat? Ja, dat straatje, dat ken ik. Het CNA-paadje, het vrijerspaadje. Dat had er nou niet bij moeten zeggen. Ja, natuurlijk. Ik heb er ook ooit kaar goed gehad. Oh. Dat was niet, hè? Nee, dat was niet. Ze zullen nou ook niet meer in kunnen wonen in huis. Nee. Och, en ze wonen toch zo gezellig. Ik ging er altijd een keer heen. Nee, Moeke Bekkers mee, hè? Ja. Op bezoek, ja. En kraakhelder was het binnen. Er waren nog bedsteden in. En er hingen witte... Gerdijntjes, verwitte gerdijntjes. En waren die ook nog gesteven? Ja. Ja, dat is key en dat is al. De pannen op de kachel? Ja. Ik heb ze nooit uit elkaar gekend. Nee? Nee. Oh, dat is heel erg. Zoals ik het er eens verstaan, ja. Ja. Ik blijf kort weer het petje staan, want er zit melk in die nieuwe koek is. De stul op de kast. Er al wel een Brabantia bedaald hebben. Ja, die stond er al in, meneer. Roestrijstal. De Durken ze schippers. Ja. Wil van Maasak is 91 jaar. Dat is een paar jaar dat hij dan dood ging. En die woonde bij de dochter, bij Bertha. Die was getrouwd met Jan Manaerts. Die boerderij waar Willem woonde. Er zijn gekomen zijn toen ze het Nune kwamen. Van wie was die eerst? Van Ab Quinten. Aan die kant van de weg ook? Willem van Maasakkers is met zijn gezin in Westerhoek komen wonen vanuit Nune. Op 29 maart 1949 met 11 personen is gaan wonen op de boerderij van Ab Quinten in de Kerkstraat. Met twee huifkarren kwamen ze het dorp binnen. Huub Smalders veetransport. Kijk wat hij doet. Bracht het vee over met twee veewagens. Ik denk dat Joost naar bed ging. Ja. Ja, die heeft die op de jak bij gieten, denk ik. Ja, het is bedtijd. Hij zorgt goed voor zijn eigen. Ja. Moet je losklappen? Ik zou toch niet moeten doen. Hè? Nee, meer lijkt er ook niet lekker. Jawel. Maar flink wat kajak in gieten. Doe jij dat ook nog ooit? Nee. Oh, ik heb vroeger gebeurde dat is toch? Ja, dat gebeurde weer. Ik meende dat je Toon, net de dierpreek, maar Toon lijkt er langer niet op. Wim is het precies. Ja, maar Wim die woont niet in Westerhoven. Nee, die woont in die schelen Wim, ja. Maar die lijkt ik niet op. Zo worden een of andere fietsen zijn? Dat denk ik. Als van Sheffield tegenover. Zo
ook aan, hè? Ja, want de chef dan. Kijk dan. Ja, dan. Netjes uitblazen voordat je het weer weg doet. Nog borstelen. Zonder dat je ze nou weer de schaars geeft. Ja, dat is nee, hij ging meer een tijd mee, Frits. Ja. Hij is echt meer een tijd mee, ja. De kat ondersteboven. Krantje lezen. Zonder bril. Nieuws van de dag. Ja, het is winter van gezicht. Zie je hem niet, Frits? Ja. De rusten. Ben je mist dat? Morgen, dat is het. Ja, ja. De woongedeelte is er ook nieuw aangezet van stal en schuur, hè? Ja, dat was vroeger. Ja, dit is gebleven, maar ja. In... een stuk waar ze nou in wonen, waar Rendert woont, ja, is ooit nieuw. Dat is, ja, in 27, 28 is er aangezet. Toen heel de Heijerstraat vernieuwd is. Ja, in een tijd het bouw goedkoop was. Ja. En Nelke, die was twee keer getrouwd, hè, Anna Verhoeven en Marie Verhoeven. En die kwamen naar Dommelen. Marga. En oh, Marga. Eerst Marga en dan tante Anna, hè. Ja. En die is alle twee overleden, vrouwen. Ja. Ja. En hier nog 12 jaar bij Nol Hoeksen gewoon. Nol Hoeksen en Annie Houtappels. En deze is dus van Frans Houtappels, later van Jan Houtappels en nou weer van Frans Houtappels. Ja. En daar woonde Tieners van Beek bij. Tieners Zumke. Ja, die woonde net eraan. Ja, later toen. Later en toen. Dan zat het ook door, dat was echt niet. Maar ze hebben een goede hof. Om te kijken die een hof was. Ja. Oh. Zou wij dat bewerkt hebben in die tijd? Dat die dat Tieners nog? Nee, toch niet? Oh. Nee, dat om een hal, hè. Nee, maar deze is bij Houtappels. Ja, bij Houtappels. Niet bij Houtappels. Nee. Bij Jan Houtappels. Omdat hij daarin woonde, want ik denk... Nee, dat deed Tine zo toen niet meer. Nee? Ik denk dat... Ja, toen was Jan daar, hè. Annie en... Jan en Mien. Of Jan en Mien. Voor zijn verzet te hebben. Maar hij is er toch trots op. Ja. Moet je kijken, die bloemen. En volgens mij allemaal Afrikanen. Wat schud je daarin? Dan zou je wel niet hebben gezien wat er nu nog zit. Ik ben te zeggen, dat deed ik krak ook. Ja, natuurlijk deed ik dat. De kikvors. Ja, daar hebben we die zo'n wat weet je, staat draaien? Wat zit er aan? Of zo, dat weet ik niet wat er zijn. Kooi aardbeien. Ja, de raad er wel. En een schommel stond er al, denk ik. Ja. Daarachter. Wat zijn dan, Frits? Koolrabi of? Ja, zoiets is dat, denk ik. Dat zijn nog niet zo'n heel grote. Maar die linkse liedje, dat was een kalebas. Zo'n sieren. Dan is die links aan het ik zag er stripjes op. Zo'n pompoen. Ja, zie niet, want die heeft die door afgehaald. Oh, nou gaan we bij de bejaarden kijken. Met wel veerwerk. Kom eens aan, door de sneeuw. Ja, toen lag er de sneeuw bij. Ja. Nanny Vilderhaks en Marie van Mierlo. Wij zijn Donijhagen. Wordt nou tennispaviljoen. Ja. En dan heb ik nog niet gezien. En wie is deze nou toch? Is het ik rustig? Is dat die van Robberde? Die, nee, Marie is niet. Nee, maar de Hanneken of. En dat was. Dat was. Bertha van Maasakers. Zus Kullers en Marie Bos. Was dat Bertha, net die anders? Ja, dat denk ik wel. Maar lijkt ze zo groot voor Bertha's. Lisa van Tini van Beek, Corrie Bartlemees, deze kan ik niet zien. Trien Smulders, oftewel Trien Bol. En deze? Ja, die was het toch. Dat is Nelly Wilraks. Marie van Mierlo. Lies, die is nee. Drika van Hulsel, Hanneke Landhouwers. Willem Landhouwers, knutselen. Zus Kallers. Er wordt wel flink gewerkt, zeg.
Hier, Corrie Bartlees op de achtergrond. Mien van Beek. Kuinaas. Ik heb met de koffie rond. Het is de krakgimmer. Precies. Ja. Marie Sokken en Braai. Maar het welfarewerk op zich is nog niet zoveel veranderd. Hè? Nee, dat is nog precies zo. Marie Nulsen-Smits. Ja. Dat was Bertha weer. Die had nooit Tineske gehad. Hè? Dat was Tines vooral. Tines vooral, ja. Tieners vrouw, ja, dat is niet Tieners. Niet Tieners, de oh, hij ging. Ja. Nee, Tieners had de fiets in eentje, de haaien. Hij ging niet door, hij ging naar beneden hoor. Ja. Ik ging de bimte. Ja. Dat is de oude garage van die Quinten. Kijk, de kassen staan er al. Ja. Dat is de vooruitgang in Westerhoven. Ja, goed rijden, dat is maar fijn. Nou, hier ging naar de visvijver. Ja, daar is te doen. De visvijver. Ik ging er alleen maar kijken, denk ik. Dan kan je zien waar die begroeiing gedaan is in die jaren. Ja. Toen was er nog maar kool. Ja, en nou toch? En nou is er echt schoon. Ja. Hij weet hoe dat moet. Ja. En weet jij waar deze is, Frits? Ja, dat ken ik wel. Kom maar in de haai, ik heb niet geweten dat ze geweest is om te filmen. Nou, dat zal toch wel. Ja. Ja, wel maar ze zal er niet alles tegen haar gezeten hebben. Dat toen. Niet, dat zal niet. Kijk. Daar zit hij. Daar zit hij met zijn teddy op de school. Op de put. Ja. En wie is dat manneke? Ken ik het? Wordt erin. Van jullie niet. Dat wensen jullie niet uit. Nee, maar die zijn grut. Van Peter of? Nee, maar die zijn grut. Ik ben op vakantie geweest bij opa. Ja. Een tractor in de schuur. Een pert aan de deur. En nog een. Ja, met een grote boer. De pony aan de deur. De geitjes. Oh ja, het geitje komt terug. Dat is de baas van Pert. Ja. Volgens mij wou dat Pert niet zo erg goed. Ja, maar die moet een eindje gorten staan. Dan gingen drie geiten bovenop staan. Oh dus, ja. Nou. Ik, maar hij wil niet. Dan moeten ze net goed staan. Hè. Dan sprong je er bovenop. Ik heb Fried vrees, die haalt ook altijd een sigaar. Hè. Ja, okay. Altijd. Houd op, Fried. Hier in Hof Patrick, maar ooit overgelopen. Er stonden frambozen langs. Ja, die staan er nou nog. Staan er die nou nog? Die staan er nog, ja. Ja. Tieneske van den Dungen. In de Hoevestraat. Ja, de weg zit er niemand. De huis, daar stut er niet meer, hè? Nee. Er wordt nou familie De Wit. Ja. Tien is gereden de voordeur binnen. Hij had het binnen moeten gaan, want zo binnen ook eens kennis zien. Misschien de deur. Zou dat een kleinkind van Tien is gezien of inderdaad uit de buurt? Heel te zijn. Tot in dak toe. Hmm. Tine schrijft zijn naam in het zand. Ja.
Ja, en 92 jaar, ja, hè, en dan ja, op mijn knieën op de grond aan het schrijven. Ja. Op de weg. Ik zou wel eens willen weten hoeveel vis er in zijn leven waren. En paddingen. Paddingen, ja. Ik heb er wel ooit van gegeten. Dat was hij lekker. Het is klaar. Dan heb je toch nog flink door van iemand van 92. Ja, ja. Nou, behoorlijk kaars. Rien van Eyck. Of Valken Zwitmert. Die is nooit getrouwd geweest. Nee, altijd vrijgezel. Ieder en die ook heel lang aan het eind gebracht. En toen is ze voor het alleen gewoond. Ja. De huisje van Marie, daar stond voor naar de rand Kees Hoeks gebouwen. He? Ja, dat klopt. En er woont nu Das. Das. Marie die ging nog inkopen doen op de markt voor de rijden. Ja, nooit geweten. Dan bekijk ze de vis. Welke ze zal pakken. Zou ze dan naar de kwaliteit gekeken hebben of naar de prijs? Allebei. Ik denk eerder naar de prijs. Wat tante. Zou ze het nou klaar hebben? Oh nee, ze is. Daar is hem. Wil je nog stof hebben? Oh ja, ze was naaiste, dus ze zou wel stof uitzien. Louiske Volenberg. Ja. Dat is de vrouw van Door Hoeks deze, hè? Dat is toch niet Louiske? Nee, nee, dat is Louiske Vallenberg en die, oh, die gaan en die gaan bij Door Hoeks gaan op bezoek, want ze neemt bloemen mee. En ze hebben er zelfs zoveel in de tuin. Wie hield de ei daar bij aan die bloemen? Ik denk Jo. Jo, ja, en vroeger denk ik Mina. De moeder van René Hoeks. Ja. Maar de vrouw van Door Hoeks. Ik zie nooit dat er gewerkt wordt. En toch liggen er altijd netjes bij. Ja. Oh, die bloemen zijn van Jo. Zal Jo wel bejaard zijn, zeker of zo? Ja. Eerst nog eens kijken. Het er goed bellen allemaal. Een geweldig huis om te zien. Je hebt toch ooit een schoon huis gebouwd in die jaren. Ja, hoe oud zou het zijn? Toen de provinciale weggeleid is. Ja, net, want er regent een net na de oorlog denk ik. Eerst de weg en toen zijn die woningen gebouwd. Kijk naar toe. En de weg was half klaar toen de oorlog uitbrak, hè? Dat ze binnenkwamen. En we zouden huis toen zouden niet eerder gezet zijn? Dat moet wel eerder. Ja. Het zou er wel ergens om staan. Ja, natuurlijk. Want de van Bakkers ook les in 1830 en in 1940 kwamen de Duitsers. En toen moest wel, want de oude huis van hen stond op voor de weg gekomen is. Ja, 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 maar dan moesten ze plaats maken voor de weg, heb ik ooit gehoord. Ja, dat klopt. Oh, daar zijn de buurlui. Piet Volenberg en Gerarda van Harry Verkaarten. Ja, dan moeten we nog kijken. Ja, ja, het is Piet Volenberg. Ja, ja, die is verkachelen uit het zorgen. Ja, daar rit hij nog zijn zaad uit. Hij heeft zijn klomp onderop gestaan. Zijn eigen. Dat is voor tunhout. Ja. Heeft er wel goed voor ingericht dat je zo op boek ziet staan. Hij heeft hem zelf gemaakt, zo te zien. Van dezelfde uit dat hij nou op de pad zou.
Ja. Als je niet uitkijkt, zorgt hij zijn boek ook mee door de haak. Allemaal ronduit. Er is Grada en Anna. Die kunt bij Anna's eier kopen. Ik knip in. Ze neemt een heel timmerstje mee. Ja, maar die zoon van Grare, die zal wel eieren lust hebben. Zo ben je lang weg voor eier te kopen als je nog eens mee koffie gaat drinken. Oh, dat gaat er allemaal weg. Deze niet krijgen voor altijd. En al die kleuften alles. Kijk eens aan. Nou, een stoken. Hij is nog sterk. En dan achteraan wordt gepoetst. Netjes achterlaten. Daar is nog een zandsteen. Een slepsteen. Ja. Slepsteen. Zeg haast. Dan kan ze vanavond voort, als het kaal wordt. Nog zo'n sierrandje tussen de tegels. Ja. En dat is de bakoven. Met vroeger in de bakken. Ging er het brood in of ging er het hout in? Nee, er ging het hout in. Hout in en werd die warm gestookt. En als je warm genoeg was, dan werden de aas uit elkaar gedaan. En dan ging er het brood in. Brood in, hè? Ja, dat was dikwijls zo. We hadden dat Engels schoot in. Hoe noemen ze een steen ook weer? Een schoot. Een schoot, ja. Een schoot. Deze is in de haai. Nee. Kostjes geen jaren. Ja, het kostjes. Vader en Janne. Je flutsende hond. En wij, als je buiten is, zie je erin. Klaar om te schieten. De haas lopen zomaar door de hei, zo te zien. Nee, er stond een keer zo beun. Dan moesten de sprongen uit. Maar dat lag er al naar de weg, zie je? Ja. Ja. Ja, maar die is er gekomen in... Een stukje, hè? Tot bij Jan van den Heuvel, van bij ons uit, tot bij Jan van den Heuvel. Want de rederomkar al te vast, ja. En dat is het eerste geweest. Ja, wanneer is hier gekomen? In... 65, 66? Nee, hij was er eerder. Nee, niet, want ik ben in 64 in Westerhoven aan de school begonnen. En toen moest ik nog over de Zandweg, maar niet meer heel lang. Stopt er nog een patroon in. Kom maar hier. Een dubbele op, zou ik zeggen. Ja. Cardouche. Uh-huh. Maar als je nou die bumpjes naar de westen zijn, dan zijn er maar dun, hè, tegenover. Ja, nou, Jan, die had het ook al verbouwd, toch? Ja. Maar, dingen die binnenkort verdwenen zullen zijn. In 79 is deze opgenomen. Ron Kruiken, de keeper aan de straat. Die weg is daar in de schuur, die pakken strooi en hooi. Van wie is deze schuur? Kan de witte geiten? Ik kan het zo doen. Draagt dragen nog een schop. Bij Jansen. De kerktoren. Ja, we hebben er ook naar de Maas op. Bij Jansen, daar staan die vijfers. De Maas op die rok nog. Ja. Ah ja. Ja, er komt een chef aan. Chef, ja. Het is een poort, dat is alleen al de moeite waard. Ja. Kijk eens, een mooie veer. Heel goed, kijk eens.
Gewoon een rode koei. Zo, deze aan de dijk zijn aan de rivier. Ja, ik denk het wel onder die... onder die kalkassen. Zij hadden over de brug, hadden zij het over hier, hè? Ja. Die zijn toen met de ruilverkaven naar Staatsbosbeheer gegaan. Oh ja. Kijk, ze melken al geautomatiseerd. Ja. En toen waren het nog echte koeien, hè? Ja, ja. Die kijken zo. Nou. Echte katholieke koei. En Jan, ik dacht dat ze nooit, hè. Dat is altijd met de hand gemolken. Nee. Waren vooruitstrevende boeren. Ja, misschien wel. Deze is Jan, hè? Ja. Paartje dorst, denk ik. Ja. Weet ik hoe dat ze de dingen in tussen de ingel? Een timmis. Een zij. Ja, een zij ook. Ja. Een zij, ja. Een doek. Ze hadden van die... Een doek erin, maar ja, er hadden voor het filters, van die watten. Ja. Hé, hey, daar zit... O ja, Frans melk nog met de hand. Ja, een beetje normaal misschien. Of een koe die pas fors is, die... Ja. Die niet bij de raast mag. Die nog biest hebt. Hebben we daar een stier in? Ja, dan liep je daar zo als mij niet meer. Nee, ik denk het ook niet. Beetje nou. Toch zit hij een beetje van de weg. Laten we ze helemaal zien. Ja. Hij klingelt er al. Paard inspannen. Ik heb een schrikdraadapparaat op de wagen. Triad. Oh, wat dat is goed, hè? Ja. Is ook paard. Ja. Ze konden tenminste tegen praten. Ja. En die was ook ooit nu, maar die zou het niet worden. En als je iemand aanzag komen die wou buurten, dan stond hij vast stil. Hoeveel jaar zijn ze daar zelf gedaan hebben, die kruiken opgehaald op het stoel? Lang. Chef die dan, hè? Chef die voerde rondkaar. Ja. Het was het laatste paard dat er aan de stoel kwam, hè, van Jansen. Dat ben ik niet kende. Ik meen dat er vroeger kwam er die van... Van Toon van Meerle? Nee. Dat komt daar misschien wel op. Ik denk dat die koe uit de waai is, dat niet? Ja, denk ik. Van Frans Boel is die. Dan had hij nog lang bij Piet hoort mee. Frans ziet hij Frans, ook, ja. Die kwam ook wel bij Jans, zegt ze. Daar zijn ze in de beek lopen vissen. Een brood voor de waaier. En dat maken. Ik was overal zelf. De ene werkt en de andere let op of het goed ging. Ja. Hooi aflegen, zie je dat? Heel snee gras. En de boer, hij ploegde voort. Dat is geen ploegen, deze. Dat is geen ploegen, dat is eggen. Hooien. Of niet, hooien. Hier wat ik geen boer ben. Toen was nog kunst een mooi dreug te krijgen. Ja. Tegenwoordig maai is het en s'avonds is het begin. Het heeft ook niet zoveel kleur meer zo te zien, hè? Ja, maar dat was het bedrijfskenmerk. Ja. Er zijn wel schoon getuigen op de pad liggen. Ja, daar waren ze ook trots op, hè. Mm-hmm. Altijd die rode plossen eraan. Ja, de poetsak aan de zijn, aan het misschien aan, hè. Kijk eens hier, de oogst kunt binnen. Vindt het lekker. De dekker of vinden wij dat de haai? Nee, want deze was daar verstrooid. Volgens mij.
zou je hem zien aan. Dit is het huis van Hulsel, op de hoek van de Beukelaan. Is het niet? Nee, daar zit al een ankertje aan. Ja, dat was Hesterbeek. Ja, hij was in de Amersstraat. Ja, inderdaad. Er zal gezaaid gaan worden. Wanneer de Piet van Rijden toen daar nog niet? Had die nog niet gebouwd? Ik weet het niet. Nee, zo had hij niet. Nee, nog niet, hè. De raken die weg, die ligt er al. Die ligt er al, die is weg. Gaan we door waar ze aan het bouwen, hè. Die behoorlijke zand aan. Ja, de grote twee daten zien de auto's al. Ja. Maar door de echt die het hier aanspannen. Dat was gezond vervoer deze. Dat was goed eigenlijk. Ik ben van in conditie. Als er nog wat panen in zaten, dan moesten ze die nog laten werken. Ja, die ploeg. Ja, hier vroeg het ook op het veld staan. Een eigen ploeg, een zaaimachine. En misschien, daar zit er nou weer een aard in de schuur. Zit er daar nog? Daar zit er nog. Ja. Zo, dat was voor de paard moeilijk, hè? Want als je moest een keer langs rijden, dan wist je of je links of rechts moest lopen. Mm-hmm. Als je net een ploeg was, dan liepen ze altijd even tevoren, want dat kenden ze. Maar door, ja. Oh ja. Misschien van alle kanten wordt. Ja, want hij is nog aan het verrijden. Ja. Nog aan het kloor liggen. En... Nou, en die hennen. Daar zijn we. Van wie zijn die hennen? Die ik denk bij zussen. Ja, dat zou ook aan, ja. Ja, dat is het hondje van Piet van Sussen. En daar is pizza. Ja. Dat is de hen en dan de dampie. En de bonnen. En de bonnen. Dat is de heel. Een beetje te groeien daar. Ja. En dat was Jorgen zijn werk, hè. En daar was hij trots op. Heel drie bloemen. Oh ja, strooibloemkes. Die dreugde ze geloof ik, hè. Ja. De hele wijnt er toch bloemen in de vaas. Hij is de boerderij. De achterkant, hè? Ja. De voorkant? Is dat de voorkant? Ja, dat is de straatkant. Ja. Hier heb je een Hulsbos, die stut er nog. Het witte. Een witte zessie.
Oh, een kap in de grond. Dan je de slotkant afmaaien. Dat is niet zo handig. Dat was kooi werk. Ja. Een kromme rug en dan dat spul eruit. Ja, maar hij was niet zo hoog zelf. Hè? Nee, dat scheelde. En meestal had hij toch grote leren. Ja. Ja, maar dat kwam omdat hij zo klaar was en hij lang leren en die waren dan bij hem. Ik kwam aan. Nee, we werken het wel secuur. Dat is een antieke poort. Ja. Zit er nog een boer zijn die die nog kan maken? Zo niet meer. Die maakt ze denk ik wel zelf, hè? Ja. Die maakt ze zelf, ja. Maar rond de palen, rond huiden, ze rijdt uit de bossen. Ja. Beetje schillen. Daar heeft hij zijn fiets staan. Ja. En hij had toen ook nog koei. Keersop. En dat zijn die geheimen wat ze doen, die bij hun aard hebben. Staan er niet veel meer nou? Nee. Kiosk? De kiosk. Jammer genoeg verdwenen. Ja. En Ruitershooi. Die zie je ook weinig meer. Die waren niet zo goed gezet. Het zit er al lang op, denk ik. Drukken we eens van de Smits. Dat was nog jong. Ja, bedrijf. Miske Smolens en Brampels. En Miske van Katoen. Ja. Dat was op een hangen. En Marianne was een hangen. Die zou wel iedere dag was op een hangen hebben, denk ik. Ik loop trouwens nog net zo raar. Net zo raar. Is je bonstoken het morgen of waar zou je aan het doen zijn? Dat denk ik. Erdreis. Of erdreis. Nou is het feest. Ja, dat is in de zon. Er stonden toen veel bunkers. Ja. Nog helemaal tot, ja. 6 kilometer bunkers en 6 kilometer. Kijk eens. Prachtig versierd. Ja, daar was de haai op zijn best. Ja. Ah, kom. Ik kom niet buiten. Weet je echt wie er vuur oploopt? Nee, dat heb ik wel geen. Ik. Ken jij dat? Och, kijk Mina. Mina dans, mijn vriend. Och, zie je haar regelen. Ik ken zo eens niet meer terug, die familie. Ja. Frits zal ze wel kennen. En de fanfare. Ja, Janne ken ik ook nog, die stond daar ook. Ja. En oom Louis daar. Hey, dat is, jullie Frans, denk ik. Ja. Ja. Ja, er zijn er al verschillende, niet meer van. Ja. Er zijn er al verschillende, ja. Waar Janne is nog niet. Zie je dat? Van de kerk naar het huis in de Haai. Dat is versierd. Helemaal versierd.
Nee, ook zo'n bloesje daar. Ja, toen kwam de Hermen hier nog naar de haai. Ja. Toen zijn er nog twee geweest. Van Burkel, Burkel ook, ja. Wie is hij die woord, hè? Mien Kuipers? Ja. Dat was de receptie. Zus Kuilans. Pietje Perro. Dat is wel van een bond van oude net geweest. Dat was toen, denk ik, in het bestuur. De cadeau die Monica nodig had. De schilder. De cadeautafel. Op de vis, daar heb ik de eerste keer een tap aangesloten. Ja. Misschien kan dat hebben Frits Vrees nog wel zien, want het was misgegaan. Oh. Daar heb ik jou. Cor aan Chiraal. Ja. Eén tampen. Dus mevrouw van Nuenen hier is niet. Dat was half Westerhoven. Kaleta Kraans. Ja, dat is heel goed. En die gaan zonder. Ja, er zijn ze gewoon het beste horen. Moesten ze allemaal naar de haai. Ja. Dat is in het Turk. Dat is het winkeltje van Toon Job. Ja. Konden de snoepjes per stuk open en de sigaretten per stuk. Ja. Die drie die ken ik niet. Nee, die ken ik ook niet. En dan haal je toen de ketting op de deur. Van de snoepjes kopen. Ja. Maar er stond waar je in de winkel. Ja, kijk door die snoepflessen. Als er nou nog was, dan mocht niet meer opgeruimd worden in het museum. Kijk, daar is nou een snoepje toe. Ja. Dat zou wel een goede klant geweest zijn. Ja, maar eigenlijk als je daar zo naar ziet, is het ook zut aan de wegen. Is ook. En overal haal je iets staan, hè? Zo. Bij de Josse volgens in de week niks meer te staan. Toen die komt wel de volgende kreeg. Zijn maar sprintjes en... Een groot assortiment. Dat je wel vergeten. Dat is een droge strijafdeling door. Ja, ik zie het nog veel met die glazen toonbank. Dan kun je ook schuiven, dan kun je er weer. Nou gaan we naar de steenfabriek De Parel. Ja. Nee, dat weet je niet zo nog. De kant is wel raar. Ja, ja. Ja. Het is alleen weer open. Nou, er is geen steenfabriek. Nee. Maar je kan toch aan de deur en dan zullen we naar de kerkhof draaien. De ja. Ja, kan dat geen ja. Nog, ja. Ja, het is weer open. Het is veel jaren dicht geweest. Het is enkele jaren al open. En een half uur had zitten. Nog maar zettig lomp werken. Het was natuurlijk zo werken. Maar het was verdiend, het was dit al op.
Een grote, hè? Modern, ook al in die tijd, ja. Al drie. Want dan waren het gedraaid met balkens, maar was het toch veel minder, hè? Ja. Dan ja. Er meer mee aan. Maar deze is ook veel langer doorgegaan, ook, ja. Dat is een demonstratie. Kijk, maar daar doen ze dat onderzoek met een interesse. Annelies was deze. Kijk, en dan ging dat vanzelf omhoog. Ja. Ja, dat is al modern. Kijk eens. Ja. Lopende band. Het leek aan Annelies wel. Ja, Annelies zelf mee. Ja, ja. En dan woont ze in Spanje. Cement erin. Dan heb je weer flink gemixt. Als je een steen hoort. Heeft hij nou zo'n kapotte hand? Nee, handschoen, hè? Nee, handschoen, hè? Mm. Ik dacht het niet. Volgens mij wel. Ja, ja. En door met die steen moet je dan maar moeten meer dat die mouw verwijderd wordt. Tegels, van die grote tegels. Nee, dat is een steen, denk ik. Of niet? Nee, dat is een steen. Ja, dat is een steen. Op de Noord maken ze ook steen, hè? Dan hebben ze die vakjes in zich. Dat zijn van die grintegels. Dat denk ik. Verstoepen. Ja. Daar hebben ze nou voor het steenbloembak nog van staan. Ja. Daar zijn ze in het borstlijn, laatst. Het gewassen grintegels waren dat. Dat is Hannie. Ja, dat is de oudste. Niet toch Hannie en jou? De oudste heet Hannie, ja. Hannie en Annelies en Tineke en Petra. Ja. En dan nog Martin. Kijk, want die gaan daar automatisch, ja. Dan heb je een borstel zien. Ja. Sproeiinstallatie erboven. Mevrouw van Annie Smolens, ik kan zien dat. Ja. Nou, zie je er. Ja. Wat een flinke industrie in Westerhoven toen. Nou. Ja, je hebt er nog een ver uit staan. Ja, god, ik heb hem eens trekken. Hoe krijg je een kooi rug? Ja, ja. Dan was je ook zo vlieg versleten. Ja. Ah, drie keer. Dan zijn we in Turp. We zijn de woningen in de Kerkstraat hier. Einde van de film. In de straat? Nee, in de Kerkstraat. Waar Jan Mijn woont en die rijden hoor. Ja, die gemeente. Oh, zo werd het. Ja, ja. Ja. En dan moet ze op beginnen weer. Beste juf zeker niet voor die. Beste zus. Zus. Ja. En Marie van Smolders, Marie van Lucas. Lisa en Sjaak van Beek. Lies van Empel, van de Rij, van ja, ja. De Werkijk. Ja.
Maar er zijn ook mannen bij. Mm-hmm. Ja. Dat is toch moeilijk, dat zussen is dapper zijn. Zijn nog in de oude, nee, dat is niet in de oude gymzaal, hè? Nee, daar hangen ze zo'n vrouw niet. Nou, waar zou dat zijn? In de ster? Nee, dat hoort niet. Ik weet het niet. En waar gaan ze zo'n vouw aan dan? Ik weet het niet. Ze hebben mijn wel keel zien. Ze hebben wel plezier. Hm. Oei! Ja, ja, het is nou snel. Kijk eens deze kant op, man. Ik weet echt niet waar de... Ze is buiten dorps, denk ik. Ze is buiten dorps durven gaan. Dan moet je ze zo mis in de nek draaien. Nee, dat kan niet, dat hier voor is. Hier beneden. Nee, want deze was er toen nog niet. Nee. Ja, daar, want die kan het niet uitwijzen. Ik denk dat het ergens anders is, dat het niet in Westerhoorn is. Ja, dat is een druk zandberg die je niet kent, hè? Ja. Daarom zou het wel anders zijn, maar hier zie je nog een. Ze zijn wel fanatiek. Hij hield niet zo uit, dus. Ja. Die mannen die kennen we niet, dus het moet wel ergens anders zijn. Och, die draait er best af. Maar nu is het toen. Ik denk dat ik er nog moeite mee zou hebben. Ze zijn nog een zwak, hè? Ene voet op de bol en een andere. Lisa. Lisa. Bedje teut. Och ja. Bedje. Is er nog heel de tas uit het looien? Ja, dat denk ik wel. Hoe maar dan was al in de jaren. Och, dat is het over. Smits. Adriaans. Werkte die in de thuiszorg? Dat is een AC, ja. Dat is het toch, dat bedje in een buurken. Ja, ja, dat is het door nog en toe. En Boris drinkt de luske het ook alleen, ze baart je tegen. Ja, dat is goed. Dat proost, bedje. Ja. De zegen. Ja, dat is ook bij. Ik heb bijtjes nooit in lichte kleren gezien, altijd zwart. En hier is een licht vest aan. Ja. Was het toen in en neer jaar stond? Ik? Ja. Een blauw gestorven, hè? Een blauw draadje. Maar die van hier was 86 jaar. En Hanneke Bosman kreeg die nog te zien. Ja. En Marie Antonis. Mina Antonis. Dat is de moeder van Toos Winkels, hè? Ja. Dat is Marie. En
van. Daar is Hanneke Bosman. Ja. Och ja. Die hebben zijn eigen welfareclub. Ja. Ja, als je ergens op de koffie gaat, dan heb je braai waar ik mee. Ja. Dan geef ik het gelijk voort. En bij wie is deze? Ik zal het niet weten. Er gaan al wel verwarming. Mm-hmm. En daar. Alle weg. Zoveel weg. Ja. Brian, allemaal sokken. Ja. Is het de moeder? Nee, dat is de oude Lien van Leuvenbert. De moeder van de... van Lina. Van Antwerpen. Ja. Wie is het? Jan Terwagen. Is het Jan Truut? Ik denk het wel. Ja, ja, dat is Jan Truut. Dat is Jan Truut. Jan Truut. En... oh, die niet. Dat is Leukenbert. Die worden daar eens. Ik denk dat hij in, heel lang bij, bij oom Piet als knaag gewerkt, ja. Maar toen is Jan naderhand naar Bergijk gegaan, ja, naar Sint-Jozef. Ja. En toen zat Sint-Jozef nog in de Dr. Raupstraat, denk ik. Ja. Zal Jan. Ik denk dat daar is. Er zal het zijn. Er is Jan heel lang geweest. Ja, want anders moest hij meer van die andere mensen kennen. Ja. Mischief. Ja. Marie Adams. Ja, zoiets officieel. Ja. Ja. Ik heb heel lang gemeen dat die twee getrouwd waren. Mediatrix. Ja, nee, dat was toch niet. Nee, dat was toch niet. Dat was broer en zuster. Ja. Ja. We roepen dan naar mij dan. Ja, maar je weet wel, broer en zuster. Dat is een heilig haar beeld. Ja. Ja, dat is gewoon beeld. Hè. Kijk, en ook, ze gauw ze zit in het breiwerk. Hè. Niks ja. Doen, dat je niet. Het is gewoon onderstoppen. Nee, die ging jarenlang in de school, de jonge school, smijlen ze de kachels aan gaan maken. Ja? Ja. Hè. Ja, ja. Hoe was die toch mogen? Ja. Ik les heen, maar toen ze jong was, was ze wel. Maar ik heb ze niet gekend toen ze jong was. Nee. Ja, jong, een stuk jonger dan, hè. Het lijkt dus, is ook op jarenhuis geweest. Lijkt me toch niks geen huis van binnen. Ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Kijk, er staan deze apenschellen. Daar lijkt toch geen niemand te worden in een armoede huis. Daar lijkt er toch niks in van binnen. Nee. Nee. Okay. Er is wel hulp in ieder geval. Ja. Ja, dan denk ik dat... ja, maar ja. Zo wie een bejaarde huis de apel hebben moeten schellen? Als ze dat geen deed. Nou, deze is het dan. Deze is nou te goed, man. Ja, laat hem maar bezigheidstherapie. Ja, laat hem maar plonsen. In de bak met water. Hopsa, reactie. Ja, dat is gewoon deel. Ja, ja. Het is geen, niks verloren. Het is geen huis. Geen ouderwets boerenhuis kan ik. Volgens mij is dat ook niet. Een aparte stoel, als ik er zin zit, is die. Piet Schrijvers. Ja, daar komt hij aan. Dat is
dat ziet de krakse maar. Ja. Hoe heet die erachter toch? Ganzen. Ja. Ja, je laat er een uit naar een ezel, hè? Ja. Was die van Pieter? Oh, ik dacht altijd dat die van Heijmans was. Maar... Nee, die van Pieter. En een aantal Amerikanen wel mee. Bij de carnaval. Oh, daar hebben ze een ezel. Ja, ja. Ja, zonder Piet begin carnaval niet door. Ik zoorde de poort open. Ja. Zo. Piet er met rood en al op. Die lachten altijd, hè? En dat deed de jonge Piet ook. Ja, altijd gezind. En ik had een aantal vrouwen en een aantal die houden. Oh, een knijn en een hele dieren te hun. Ja. Wie zou dat zijn, dat kindje? 30 jaar geleden. Ik kan herinneren van Piet, van de jonge Piet Schrijvers zijn. Gezellig kaarten onder de bejaarden. Rika van Hulsom. Marie, ook Marie van Hulsom, van Thomas van Hulsom. Hij is wel in huis. Ja. Die heet Marie, hè? Ja. Kijk eens, het is ook voor geld. Niet de bonnen. Nee, de knipbeurs erbij. Oh, dat is Marie van Haarlijk weer. Tante Mie, ik dacht dat het naast aan deze kant te zien. Ik durf niet te zeggen dat het was. Maar. En wie is de vierde? De Hoef. De Hoefstraat. Ja. De huis van Thies. Ja, van Frans Thies. Als je al uit. Zus en is dat Koba? Koba van zijn naam. Koba en Marie van Haarlijk dan. En van Lieske Kuilaars. Ja, en Betje. Betje Thies. Betje van Kinderhaarden en Marie Bos. Suske. Dat is Koba, ja. Welk spelletje speel je? Is die jokeren? Nee, ze zijn eerder aan het rekenen, want ze leggen ze zo op de... Nee. Nee, ze zijn niet aan het rekenen. Nee. Frans van der Heijden, 80 jaar. Dat is Frans van Helmsen. Oh, het is glad. Lees nou. Ik ben de kwijt stond dat die film in juni op. Ja, maar niet alles. Zij zijn hun. Hier, opa. Kijk dan. Zullen we dat Piet en Frans zijn? Hoor die hen al? Dat doet me niet meer. Lukt nog wat voor zo'n doen? Kijk, daar gaat mensen. Ja, jij ook een gehaald, bekend uit een sigaar. Ja. Dat is de oude boerderij. Af. Dat is de op de wegwerken. Het is overal hetzelfde melken dat ze hebben, kijk naar dat. Op mij. Jan. Mijn gezicht.
Ik vind veel meer Kees. Nee, jong. Oh, liep er toch wel een man, dat is een balen of iets. Een speesje kuip zit erop. Voer bakken. Ja. Oh god, ik heb niet. Nee. Ja, aait mis. Ja, nu nee, weer. Ik ben niet gek. De aait doet het niet. Ik ben Barry wel. Barry ja, dat is ook anders. De auto's, de bietensnijers gewoon opgeschilderd. En hoe is het wel zo te zijn? Is dat nog het oude snap? Nee, ik denk dat het nog wat razend is. Is Appie bij Kees of bij Jan weer? Nee, het is een boerderijstuk. Dat is toch een boerderij, die zei dat is bij Jan toch niet. Maar de boerderij van hen die was toen toch weg? Ja. Ja, het had net geen verdier nu rijhuis van de gemeente zien in daar. Maar de Hein Karen zit er toch ook nog in gewoond, voordat hij naar daar op straat ging. In de oude huis kunnen. Ja. Ja. Ik heb nooit geweten. Deze kant aan huis. Ja, nee, maar deze. Omdat het is Dries van Balk is. Ja. Piet als een eind ook zo laten zien. Hebben die nog familie in Westerhoven wonen? Nee. Geen zeker. Nee, of nichten of. Nee, ik kreeg die in alles te wonen, wat er is. Volgens mij is het vreugde, dat was een wistig geweest. Dat is waar nou die twee huis van Braken staan. Ja. Er was ook een steenfabriek deze. Ja, dat was vreugde. Die verre van 53 steden en dan worden ze in de steden op. Ja, toen was ik nog veel, was hij nog veel jonger als zij. Dacht ik als nou. Dan hebben we oude hennekooien en zo. Ja. De bak achter het huis en de kruik, het koelen. Ja. Zo dat huisje geweest zijn. Mevrouw Schelles. Oh, is dat Dim? Dat is Dim. Mevrouw Schelles. Ja. Dim Schelles, kijk maar. Dim Schelles van Beek. Ja, ja, het is Dim. Die heb ik ooit misschien nog wel. Ja, dat nog niet. Ja, dan kun je Marianne Schelles. Dat is een ander mevrouw Schelles. Ja. Ja, dat is Marjan Vollenberg. Marjan van Piet Schel. Hoe word je man? Ik heb al vroeg met de stok. Ja. Van de 72 geloof. Of door was de 72. Frans Bos. Thomas Bos. Tumbo. In 1902 is hij geboren. 73 geworden. Ja, dat is Tumbo. Ja, dat is de vader van André en Jan. Ja, ja, op Brabos. Ja. En die was getrouwd met een zuster van Anne Ven. Ja. Niet Ven de Burkel, ja. Meneer. Toen we lang op de Brouwers wel gereden. Ja. Eens kijken wat zijn bondstokers gewoon is dan. Ja, ik
koud huisje. Wat een plezier in mens. Dit is wel zo'n brand, dat zal wel zijn. Dat is een deel geweest. Nee, dat was Driekske. Die was dood met een andere geleden, hè? Ja. Ja, die woonden langs Driekske. Net ervoor. Ja, heel duur. Daar kan je nog vast. Klaas en dan kost je niks meer van de rheumatiek, hè? Ik heb toch zo'n rheumatiek in zijn hand. Je moet de goede schoenen doen, een andere schoenen. Ja. Ik moest op de film. Ja, dan. Pa. Dat paar zijn. Ja, ja, dat is pa ook. Het pa brandt er mee eens. In je boerder zitten. Ja, dat is klein. En dat is Marie. Marie zijn ook eens bij plannen. Maar toen worden ze toch niet meer in het oude huis. Nee, nee, dat is niet waar zo. Hij schudt het gewoon. Mag helpen. Ik weet het niet. Ja, dat is nou naar de jongen. Hè? Ja, zoiets. Ja. Twee huizen en hij er altijd gewoond. Ja, ja daar woont Jan Schreur zeker ook mee eens. Jan Schreur die woont daar toch niet? Die woont toch in de Hoeverstraat? Ja, maar daar kan het ook wel de kleine. Daar kan het er een van zijn. De heer en mevrouw Schel is 50 jaar getrouwd. Ja, dat van de bakker zijn. Sjok. Hulde aan. Ja, dat is ja, op de provinciale weg. Ja. Waar nou Box woont. Oh, Theo. Ja. Theo van de bakker en Jantje. Ja, dat is het. Van Joop Schel is de ouders. Ja. Flink versierd. Ja. En veel bloemen gemaakt. Ja. Ze hebben niet zien wie er allemaal zijn komen kijken. Ja. Kijk eens, we hebben zo'n 3 uur een prettig mis. Ik leef niet dat ik die ken.
Nee? Ja, ik weet wel waar die woonde. De oude kerkst. Sjefke. Ja, ik heb die mensen toch ooit gezien. Ja. Wat er met de vader. De sleutel. De vingerhoeds kruiden. Ja. Toch zijn er heel veel mensen zo aan het werken als ze die verder staan. Ja. Ja. Ja, maar als je er echt voor moet gaan staan, dan wordt het ook mee stijf. Ja. Ja. Kan het beste aan de gang blijven. Ja, aan het fietsen. Wat drukte. Zelfs in de put wordt geschroeven. Dus wie zijn mensen niet allemaal zelf geweest, hè? Kan ik een buiten tuintje. Jan Mesman en de. En weer mijn tien. En een van de kleinkinderen, maar welke? Ja, welke? Welke van de beur? Riet en Chef Luix. Dat is Johanneke zeker. En Klaartje. Carla. Maar die toen toch Klaartje? Mevrouw Nelly. Dat in de kleuterschool, is het? In de kleuterschool, ja. Hoe zou het ergens zijn? Ik weet niet, was ze toen van die rode geblokte gordijnen aan? Nee. En veel bloemen gekregen. Hier in het centrum, zeker of zo. Hebben ze er ooit van die rode geruite gordijnen gehad? Nee, wel. In het centrum? Ja, bij de Robert toen nog. Of bij Kees Neut. Kees Neut, ja, ja, er is. Want ze wel zijn kapstokken. Ja, dat was Kees Neut, denk ik, in die tijd. Was er ook al meer de wet geweest? Nee. Luister eens. Johannes Quint. Jan Quint, Jan Verlegen. Oh nee, Jan. Jan de Wegwerker. Ja. En Trien zit langst. Trien van de Wind en Burkel. De stamvader van het, van het Quintenkoor. Ja. Trien, dus van Van Dijk het Burkel. Van Dijk het Burkel, ja. Dat is Trien beter uit. Een hele stam wegwerkers is dat. Ja, en anders gewoon. al drie geslachten zijn, of nog meer. Drie in ieder geval, want bij de. En of er van een volgende generatie ook alweer aan de weg werken, dat weet ik niet. Jan. In de muziek, en Marie. En Sjaaf en Reuzel. En die derde generatie dan. En een van de zoon van Nieke. Werkt ook weer. Woont in Oekschaars, denk ik. Oh ja, dan is het. Ad. Die is de eerste. Die is een uitvaart om de pastoor te zien, ja. Nou, niet zo des aan. Dan moet je de familie moeten kennen zien. Ja, maar dat zie ik nog niet. Nee. Welke pastoor liep er dan?
Ik denk Brands. In die en tijd, ja. Ja, dat is Brands. Dat was Frans Adriaans en Pietje Val, dat ik dat erbij liep. Vader en opa, maar... Ik heb nog niet kunnen zien wie het zo zijn. Ik wou er even op.